Vaak heb je al in de laatste minuut van een wedstrijd de winnende goal gemaakt in je carrière. Nog nooit. Eerste keer. Voel lekker. Ik zag jou die goal maken en je mag even zelf omschrijven wat er gebeurde toen je over de omheining sprong. Ja, ik sprong overheen, ik wilde naar het uitvak, alleen ik zag niet dat er gladde tegens waren. Dus met mijn binnen ging ik daar even onderuit, maar ik stond snel op en vergeet je. Ik kreeg nog een bierdouche en toen stond ik voor het uitvak. Ja, de sport zag dat je wel dorst had volgens mij. Ik zag een hoop bier inderdaad over je heen komen vliegen. Ja, inderdaad, ik kreeg volgens mij echt een volle laag. Maar op dat moment maakt het helemaal niks uit. Had je er nog geloof in? Je zal vast ja zeggen, maar ik had op de tribune zoiets van, oh, PSV mag blij zijn met een puntje eigenlijk. Ja, dat zag er lange tijd wel naar uit, maar wij blijven altijd geloven in het resultaat. We hebben al vaker een blessuretijd bijvoorbeeld gescoord of een laatste minuut. Ja, nu kregen we weer een paar counters, dus gelukkig ging iedereen. Je had nog wel heel klein beetje vertrouwen dat hij nog ging vallen dan. Ja, inderdaad. Dus daar moet je altijd in geloven. Als je dat niet doet, dan valt hij juist niet, denk ik. En dan valt hij en dan je ontploft dus een beetje. Je opstevert dit al, maar toch? Ja, inderdaad. Maar als je 1 minuut van tijd de winnende maakt, dan ontploft iedereen, denk ik wel. Dus dat is een lekker gevoel. Je blijft zo in een titelstrijd. De Ajax ook weer dik voor. Dus je had ook overwinning ook wel nodig boven in de Eredivisie. Ja, inderdaad. Wij moeten jagen op de ploegen boven ons. En dan moeten wij ook onze wedstrijden blijven winnen en de druk opvoeren. Gelukkig vandaag weer een lastige uitwedstrijd gewonnen. Vlak achter mij zit een delegatie van CSK Moskou. Wat voor indruk zullen ze vanavond van PSV hebben gehad, denk je? Ja, ik zou het niet weten dat we in staat zijn om wedstrijden te winnen op belangrijke momenten. Maar Champions League wedstrijden zijn gewoon wedstrijden op zich. Dat is anders dan een competitie. Dat zullen zij ook weten, weten wij ook. Ik ben benieuwd. Ja, speelt het al een beetje een rol vandaag? Kan me zo voorstellen dat je nou wel een beetje zenuwachtig begint te worden voor die wedstrijd? Nee, zenuwachtig helemaal niet. We kijken gewoon alleen maar naar uit. En vandaag waren we gewoon alleen met deze wedstrijd bezig, maar morgen gaan we ons weer focussen op dinsdag. Ja, voor alle fans in Eindhoven, hoe schat jij de kansen voor PSV tegen die Russen dinsdag? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Daar kan ik nu niks over zeggen. Wij gaan gewoon voor de winst. En ik denk dat het publiek volledig achter ons zal staan. Je hebt er wel vertrouwen in? Ik heb wel, ja. Ja, dit is toch die wedstrijd vandaag, dus hier gewonnen. Ik neem aan dat gevoel dat het ook wel beter is dan dat je hier gelijk hebben gespeeld. Ja, inderdaad. De winstpartij heeft altijd vertrouwen. En zeker als je me zo lekker in de laatste minuut nog pakt. Dus, geef je er iets om dat het nu de 42e rij was dat PSV een goal maakt? Of kan je dat werkelijk wel helemaal niks schelen? Nou ja, dat is op zich wel mooi voor de club, weet je wel. Dat wij een record hebben en dat ik dan toevallig mag scoren en dat het 42e duel is. Dat is wel mooi voor de club, maar verder ben ik daar niet mee bezig.